Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken door ons goede hart te delen met iedereen. We zijn een soort van profeet, maar dan niet homofoob. Hey. En deze week is daar de band Tahiti. Hey, band Tahiti. Jullie zijn boos, hè? Ja. Oké. Okay. Wat is jullie seksvoorspel met de band? Bolen. Daar was ik niet bij. Alright. Oké, vrienden, let op. We gaan vandaag de zwakkeren uit onze samenleving helpen. Namelijk mensen die in een indie-bandje spelen. En dan weet je, dat is leven op water en brood. Wees voorzichtig met deze mensen. Nou, zo dacht CD-boer Indie Plant daar dus niet over. Hey, goedemorgen. Kom even wat dichterbij. Hallo. Hallo. Hey, luister, we hebben te maken met een band. Ja. Hoe heet de band? Tahiti. Vet zeg. Waar komen jullie vandaan? Nijmegen. Nijmegen, oké. Okay. En jullie zijn boos omdat... Indie Plant die heeft nog 1500 euro van ons die ze niet willen terugbetalen. Ja. Nou, klaar. Even vertel, want Indie Plant is een... Een cd-perserij, vinylperserij en een soort eigenlijk managementbureau voor artiesten. Ja, dat is zo'n partij die een beetje de sympathie van de game nodig heeft, toch, zeg maar? Zeg je goed. Als je vinyl en cd's pers nog in dit... tijdperk. Weet ik nog van toen ik in een bandje zat. Ik zat vroeg in een bandje. Echt waar? Ja, ik denk dat je echt verliefd op mij was geworden. Ja? Ik was fucking lelijk toen al. Ja, en ook niet zo getalenteerd. Nee? Nee. Hier ben ik echt heel... Is er heel... nog muziek van? Goed, nee. Wel. Nee. Jawel. Nee. Ik heb dat niet even laten horen nu. Nee. Jammer. Oké, wel. Oké, okay, let op. Ja? Ja? Ja, wel vet. Ja. Oké, maar dus in die plant, daar krijg je nog 1500 piek van. Want wat is er gebeurd? We hebben uiteindelijk na heel lang contact, vrienden contact aan de telefoon, hebben besloten om daar onze platen te laten drukken. Offerte ingevuld, alles zag er gewoon prima uit. Veel contact met elkaar. En toen op een gegeven moment hadden we gebeld van oké, hebben echt alles ingeleverd. Artwork, goede master, nee, alles was in orde. Toen was de levertijd 6 weken en opeens zeggen ze, oh, jullie hebben toch een formulier niet ingeleverd. De levertijd is nu 12 weken. 12 weken. En toen hebben we dus ook gigs moeten afzeggen omdat we die daar wilden verkopen. Bijvoorbeeld op Record Store Day, onze eigen release show, media ingelicht, alles. Dus het moest eigenlijk allemaal verzet worden. Toen op een gegeven moment zeiden we oké, nou annuleren. Nou goed, dat kon. Creditnota, alles in orde. En na 30 dagen hadden we ons geld nog steeds niet terug. En we hebben elke maand gebeld en gemaild. Nee. En nu zijn we het 4 maanden verder en ze hebben nog steeds niks geleverd. En daarna nog elke dag gebeld. Maar wat zeggen ze dan? Ik bedoel, als je elke dag belt, dan... Deze persoon is nu niet aanwezig. Die belt jou straks terug. Morgen is die er. Oh, je moet Charlie hebben. Nee. Die is nu een week ziek. Je moet Casper hebben. Dat staat ook in de mail. Die moet... Die is pas volgende week op kantoor. Je moet Jannes hebben. Jannes, die is nou al een week ziek. Zo gaat het de hele tijd door. Ja. Nou, en wat willen jullie nou eigenlijk? Ja, sowieso eigenlijk die 1500 euro terug, dat natuurlijk, maar ook wel eigenlijk een dikke vette sorry, want hoe er met ons om is gegaan, voelt gewoon niet goed. Niet goed. En ook dat wij al onze plannen hebben moeten omgooien. Ja, en, dat is gewoon kut. Dat is gewoon kloot. Ja, dat is gewoon kut. Hey, Marije heeft een vast contract getekend bij BNFA. Ja, gefeliciteerd. Wat vet. Ja, dat betekent dus dat wij tot ons pensioen collega's blijven. Ja, jij vindt het wel leuk, hè? Van de hel. Van de hel, ja. Goed, we hebben dus te maken met twee partijen deze week. Aan de linkerkant hebben we dus de band Tahiti. Zij klinken ongeveer zo. Nou, Tahiti bestelde voor zo'n 1500 piek 300 van hun LP's op vinyl. Nou, ze hadden ook een deadline, want ze gaven een release party en een tour. En dus hadden ze de LP's nodig binnen 6 weken. Nou, zo Indie Plant, dat is goed, dat doen we. Maar dat deden ze dus niet. In plaats van 6 weken ging het 12 weken duren. Plus, de band had gevraagd, hebben jullie van ons alles wat jullie nodig hebben? Ja, zei Indie Plant, maar er brak dus een formulier. Schuld van Indie Plant. Nou, Indie Plant annuleerde de klus op verzoek van Tahiti en zei, hier, jullie krijgen je geld terug. Maar, en je raadt het al, de band kreeg het geld niet terug. Godverdomme, hebben zij weer. Nou, gelukkig regent het op internet geen klachten over Indie Plant en kreeg ik in Instagram DM niet heel veel. Oh mijn god, eindelijk pak ze een keer aan. Berichtjes toen het Indie Plant logootje op mijn Insta Stories verscheen. Anders wist je van tevoren, dit wordt misschien wel heel ongezellig als we daar binnenkomen. Maar het zal wel meevallen, toch? Mag je nog heel even op pa... We hebben wel het bedacht. Ja, zeker. Nou, het is eigenlijk wel dacht... Dus moeten we maar gewoon naar buiten komen, want kassa is daar ook keer geweest, toen deze niet open. We zouden heel graag even met jullie in gesprek willen. Echt vervelend. Heel vervelend. Smack. En dus hebben we het volgende bedacht. Jullie hebben een lied gemaakt. Ja. Kennen jullie onze eindtune thuis? Denk het ook wel. Kan jij hem een keertje zingen? Nee. Doe even. Nee, ga ik niet doen. Nee. We gaan
gaat hij eigenlijk? Huh? Wil je... Nog een filmpje kijken. Neuken, doe je met lijken, zoiets was het. Nou, jullie hebben daar een nieuwe versie van gemaakt. Dus zet hem maar aan en laat maar horen wat jullie ervan gemaakt hebben. In die plant, ze doen hun klanten naaien. Naaien, naaien, naaien. Ze zeggen dat ze knaakjes overmaken. Over, overmaken. Ze liegen en doen in je zakken gaaien. Gaaien, gaaien, gaaien. Het slimman, slimman, slimman. Deze imago schade. Schade, schade, schade. Yeah. Kortom, dit is de nieuwe versie van onze eindtune. Nou, zullen we maar naar die toko toe gaan? Ja, we hebben dus een partytent, doen, ja, omdat het zou gaan regenen. Zullen we de partytent wel meenemen? Ja, dat is wel, het is wel leuk, hè? Het is een partytent. Ja. Party, party. Een beetje spannend. Kom maar goed, hoor. Lame. Waar? Oh ja. Ik bel aan, dan komen ze, deur open, ik zet mijn voeten tussen. Mag natuurlijk niet, ga ik wel proberen. En jullie zetten de muziek aan. Zullen we nog één keer dansen? Nee, 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 jullie echt pijn. Moet niet zo hard doen. In die plan. Ja jongens, wat is dit nou weer? Ja, 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 doe het, doe het. Oké, go, go. Het brandt. Hallo? Hallo? Loop maar omhoog. Oh, hi. Hallo. Hallo. Wij zijn van het programma Boos. Oh, ja, dat is leuk, maar... Maar? Ik heb jullie niet uitgenodigd. Nee. Of heb ik jullie zo binnengelaten? Maar dan krijg ik nog een bandje 1511 euro van jullie. Ik wil het gesprek graag aangaan. Nou, daar zijn ze al 3 maanden mee bezig, dus ik dacht bijna even de lead. Maar we gaan dit hier nu niet op deze manier. Zeker gaan we het hier op deze manier wel doen. Jullie gaan nu naar buiten, want jullie zijn niet welkom nu in de band. Ik wil best het gesprek aangaan, vind ik ook allemaal geen punt. Maar niet op deze manier. Maar dat vind je belangrijker dan een klant helpen? Dat zijn woorden die je me nu in de mond legt. Nou, dan... Nee, jij geeft prioriteit aan, we moeten naar buiten. Maar luister, laten we dan... Ik wil graag het gesprek aangaan. Nou, gaat gesprek maar aan. Om deze vorm van mediachantage, dat doen we niet. Mediachantage? Dus, luister vriend, zij krijgen 15 piek van je, die geef je al 3 maanden. Waarom spreek je me zo aan als vriend? Zo populair gedoe. Omdat jij begint op deze... Beleefd. Kijk, het hoeft ook niet beleefd. Ik ben hier ook niet om beleefd te zijn. Ik snap dat je werk aan het doen bent. Ik begrijp het ook. Ja, maar dat zou je ook eens moeten doen misschien. Dat doe je namelijk niet. Er staat hier een band die al 3 maanden bezig is met 1500 euro voor jou krijgen. Maar dit gesprek wil ik graag voeren, maar zoals je nu doet, vind ik niet helemaal kiezen. Jullie gaan nu eerst naar buiten, want dat is het allereerste... Als jij meegaat? Nee, ik sommeer jullie nu om naar buiten te gaan. Maar ik vind dit een vorm van chantage, daar doe ik... Het is geen vorm van chantage. Nogmaals, het is wel noodzakelijk. Dit is de laatste keer dat ik het zeg, en anders moet... Wat moet dan? Moet dan de politie gaan bellen om jullie kan buiten te werken? Ja, zou kunnen. Ik snap, ik programma moet maken, jij moet ook je dagen draaien. Okay. Maar... Nu nee, nee, je legt het bij mij. Nee, je bent nu... Nu moet ik jullie wel echt vragen. Je moet die mensen gewoon te bord staan. Nee. Geef ze wel die 1500 euro. Nee, niks, luister. Er staat hier een band die zaken doet met jou. Jij levert niet. Punt. Als ik naar de slager ga, ik geef een tientje, ik krijg geen vlees. Dan loop ik terug naar binnen en zeg ik, geef maar alsjeblieft geen vlees. Of je de zaak inhoudelijk van alle kanten? Ik weet de zaak wel inhoudelijk. Ik heb alles gezien, ik heb alles gelezen. Dit is de laatste keer dat ik het zeg. Ga je nu naar buiten of niet? Want ik wil het gesprek wel. Je hebt al 4 keer gezegd, de laatste keer dat ik het zeg. Doe dat niet. Je kan ook je klanten helpen. Ja, want waarom? Hoe moeilijk is het? Help dan gewoon je klanten. Dan gaan wij naar buiten, dan blijven zij hier. Wat is de reden dat het niet is overgemaakt? Ik wil gerust het gesprek aangaan. Oké. Nou, blijven jullie binnen? Lopen wij naar buiten met de camera? Wat zijn dan niet zoveel redenen? Wachten wij hier. Echt een super sympathieke dude. Heel sympathieke man. Gaan jullie nu naar buiten of niet? Want ik wacht anders gewoon op de politie en dan gaan we naar buiten. Kom maar, gaan we naar buiten. We gaan naar buiten, we gaan even het gesprek. Mag jullie op het hart drukken als er schade ontstaat uit deze actie, dat wel wordt verhaald. Oké. Ja. Oké. Okay. Heb je ons project erbij? Ja, ik heb project erbij. Inderdaad. Eerst heb ik een creditnota uitgeschreven. Er waren er al wat foutjes gemaakt met ons e-mailadres op thehitymusic@gmail.com. En mag ik eerst voor mijn fouten? Nee, want ik ga punt voor punt ga ik het wel behandelen. Betalen wij jullie, zodat jullie ons kunnen vertellen hoe dat moet. Dus ik vraag daarom heel duidelijk aan de telefoon wat ik allemaal nodig heb. Wat ben je een klein kind dat je eromheen praat? Een klein kind van 45. 50.
Anyways, het gaat erom dat jullie... Want dat is dus een beetje het probleem, dat jullie het hele anti-partijformulier... Als je nou zegt, oké, het ding is, jullie krijgen het betekent, snap je? Jullie hebben dus de instructies niet die wij online... Dat is gewoon niet waar! Maar hoe dan ook, dit maakt ook allemaal niet zoveel uit. Wij hebben het geannuleerd. Wij hebben ons geld nodig, daar gaat het om. Sorry dat wij nog een beetje boos zijn, maar we hebben gewoon echt, echt hier ook door geleden. Wordt een shot gemaakt? Ja. Misschien is dat leuk als we nog heel even ons dansje doen. Start de muziek. In die plan. Naaien. Britt is even een ladder halen. We kunnen misschien even door het raam kijken. Of zeggen, hey, oh, alles goed? Ja. Hoe is het? Ik denk dat het heel leuk vindt namelijk. Ik denk dat het leuk voor de sfeer is. Ja. Hallo. Hoi. Hoi. Wij wilden even een ladder. Nou, goed geregeld. Mogen wij die even lenen dan? Nou, helemaal top. Ja, ho. Maar niet zo hard tegen de gevel, want dadelijk horen ze. Nou ja, whatever. Waar Casper is? Ja, ik ging gewoon overleg. De vraag kunnen beantwoorden waarom die het geld op niet heeft betaald. Ik heb nog nul antwoorden. Maar ik weet niet waar die heen is dan. Zo is hij weggegaan. Weggelaten. Oh, daar is de politie. Het loopt helemaal uit de hand. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Ik ben Tim. Hi, aangenaam. Hadden jullie ons gebeld of hadden wij ons gebeld? Binnen hebben ze gebeld, ja. Okay, jullie zijn niet meer binnen nu? Nee. Niemand is binnen, jullie mogen niet binnen. Ik sta buiten. Met toestemming zijn binnen. Ja, die zijn met toestemming binnen. Welk programma zijn jullie? Boos. Van Boos. Ja, YouTube. Even, even binnen kijken. Zeker, ja. Ja, permissie. Oké, rennen jongens. Grappie. Dag, goedemiddag. Hallo. Dag, Rikke. Hoi Peter. Komen jullie eruit samen of komen jullie niet uit? Oh, ik vind dat van mijn idee nog steeds niet. Dus jullie een kopje drinken? Koffie, water? Nee. Casper is helaas de hele tijd aan het rondjes lopen. En maar Casper dan... is de baas, ja. Big Boss. Ja, ik moet ons... Moet jullie ja, hij is de Big Boss, maar hij maakt geen... Hij kan geen antwoord geven. Oh, nog een politieauto. Worden we gearresteerd, denk ik. Worden we gearresteerd? Voorlopig nog niet. Ah, ja. Wat moet je daar nou voor doen dan? Ja, zo mijn best. Hij wil mij niet. Hallo. Hoi, ze laten ons nog steeds wachten. Oh. De politie is nu verder nog boven bezig. We hebben Casper heel even gesproken, maar daarna ging hij eigenlijk alweer weg. En er ging ongelooflijk in op hoe wij dus de vernieuw verkeerd aangeleverd kregen. Ja, dat was hun schuld. Ja, dat zei ik ook. Okay, we gaan weer verder. Succes. Maak ze helemaal gek. Douane, hoezo nou weer douane? Jongens, haal allemaal even dat illegale aapje uit je tas. Huh? Politieauto. Nog één? Ik weet niet wie ze allemaal weg willen voeren. 3 politieauto's en douane. En douane. Record, een nieuw record. Ja, hey! Ja, nee, echt? Is het gelukt, ja? Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Dan krijg je van ons de, hey, hallo, wat nice dat jullie geld lopen te stelen van arme muzikanten terwijl ze al arm zijn. Want denk maar niet dat je nog geld kan verdienen met Indie in 2019. Helemaal niet als Indie plant 500 euro van je jat en dan het teruggeeft en het dan niet teruggeeft. Dat is bijna hetzelfde alsof je vrijwilligerswerk gaat doen ergens in een ontwikkelingsland. En dan daar van al het geld van die mensen pils gaat drinken en puddingbroodjes gaat lopen te eten. Terwijl ze daar alleen maar rijst hebben en jullie ze dan gaan pesten met een eenzijdig dieetoorkonde. Jullie zijn eigenlijk de ontwikkelingsland in die bandjes van de muziekscene, maar dat weten jullie al lang, toch? Ja. Die is voor jou? Woe! Het is milieuvriendelijk tegenwoordig. We hebben de klachten in acht genomen. Even voor de record inderdaad. Ze hadden er recht op en dat vind ik ook helemaal met ze eens. Ik had zelf een andere route gekozen, want ja dat kan. Dit niet heel fijn, snap ik ook. Snap ik, ja. Voor jullie. En waar is het nou misgegaan uiteindelijk? Administratief, want ik heb een aantal collega's die gewoon... We hebben een aantal personeelswisselingen gehad en dat heeft gewoon ontzettend veel gezeik gehad. Ja. En we hadden dat gewoon beter op moeten lossen. Ja, 3 maanden is lang hè, voor zoiets. Is hartstikke lang. Is lang. Natuurlijk. Nou, voortaan als we hier staan, dan zeggen we, hey, ik heb personeelswisseling gehad. En dan zegt Marije, jij scheldt meestal. Krijg je tyfus, klootzak? Nou, dan zeg ik, doe even rustig. Kunnen we ook anders doen. Zeker. Ja. Nee, maar nogmaals, het is terecht ook. Sorry ook voor het ongemak. Jullie zijn een beetje de NGO in ontwikkelingsland. Ja, soms wel, helaas, ja. Mijn eerste instantie was dat ik dacht dat een barbecue buiten werd gegeven. Maar we hebben hier een vleeshandel. Oh, zo. Dat staat er hier naar buiten. Maar... Ja, nou, wij zijn wel een beetje de frikandel van de journalistieke programma's. Ja, dat is wel waar. Dus, Dat zitten we wel goed. Ja, toch? Ja. Ik wil Sembla maken.
Hoera! Hey. Kunnen jullie 5 stemmen hoera zeggen? Oh. Hoera, 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 hoera. Bohemian Rhapsody. Met ons die grapje? Nee, niet echt. Zijn we nog boos? Dat is de hamvraag voor vandaag. Nu niet meer, maar toen ik binnenkwam werd ik wel bozer. Ja. Ik werd eigenlijk alleen maar bozer. Maar nu niet meer. Maar in een verkering moet je altijd eventjes alles op tafel gooien. Ja. En dan kan je daarna goed door. Dan laten we even de extra gemaakte kosten door jullie even zitten. Hoewel hij daar een punt van maakt. Ja. En ook heel erg dankzij deze beste man. Tot ziens, fijne dag nog. Doei doei, dank voor alles. Hoi, tot volgende keer. I love you guys. I love you. Hoppa! Geregeld. Indieband die door het niet terugbetalen van een arme indieband eigenlijk het gepeste kind uit de klas nog een keertje goed in de haren kakte, betaalde de band eindelijk het geld terug. Hoera. En helemaal geestig is dat Caspar van Indieplant ons nog een mailtje stuurde via een advocaat dat hij het moeilijk vond dat het uitgezonden werd. En schade, bla 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 bla. Jammer man, toch uitgezonden. En ben je nou ook boos? Mail boos@bnnvara.nl met verhaal en telefoonnummer. En abonneer op ons kanaal op naar de 400.000. En dames en heren, nog even het volgende. Mocht je nou denken, ik wil dat Boos de televisiering wint, want we zijn genomineerd. Stem dan op Boos. Hey, dankjewel hè. Love you guys. Alright. Wil je nog een filmpje kijken?